We zijn hier bij Doro en Doro is bekend als een van de fabrikanten van telefoons die bedoeld zijn voor ouderen. Dat zijn dus telefoons met extra grote knoppen. Er zit vaak een alarmknop op en je kunt hem ook heel hard instellen voor de beltoon bijvoorbeeld. Nou, we zijn altijd wel weer benieuwd wat Doro weer aan nieuwe dingen heeft bedacht voor die telefoons. En nu heeft Doro een smartphone. Nou, dit is hem. Het Doro Phone Easy 740 heet hij. Het is een slider. We kunnen hem zo open doen. En, je ziet het al, hij heeft in het menu grote letters. En als ik er een beetje doorheen scroll, dan zie je nou, een beetje wat de mogelijkheden zijn. Ik zou niet weten wat voor een processor dit apparaat natuurlijk op draait. Maar waar bij dit natuurlijk zo'n apparaat als deze natuurlijk om draait, is dat het makkelijk te bedienen is. Het toestel dat je werkt, wat werkt met een touchscreen, maar je kunt eventueel ook nog gewoon met gewoon de knopjes aan de slag. We zullen even kijken hoe de contactenlijst eruit ziet. Nou, er staat niet zoveel in. E-mailtjes. Moet ik goed drukken op het toestel, want anders dan reageert hij niet. Kennelijk zit er één foto op. Misschien gaan we er eentje maken. Camera. Wat is het idee? We zullen eens even zien. Oké. Ik heb een foto. Nou ja, foto's maken en mailen. Je ziet dat je oma al doen. Hij staat nu in het Engels en in het Duits. Het is allemaal nog niet af in dit toestel. Ik heb een toestel gezien wat al wel wat verder af is, maar ook daar zag ik nog wat kleine foutjes in. En wat ook opvalt, dat hij nog niet in het Nederlands verkrijgbaar is, maar ze zeggen dat dat binnen enkele weken wel beschikbaar gaat zijn. Dus ik zal hem even in het Engels proberen te zetten. 1, 2, 3. Ja, daar is hij. Nou, Doro heeft nog iets. We zagen er al iets van op de Mobile World Congress. Er is ook software voor een tablet. En er is ook nog software, dat noemen ze de Doro Experience. En dat maakt een connectie tussen een tablet en je mobiele telefoon en een PC. En dat kan dan ook een keer op afstand worden beheerd. Nou, de software voor de tablet, dat is een standaard pakketje wat je op Android kunt installeren. En dat kan dus op ieder willekeurig tablet. En het maakt dus een soort schil om Android heen en maakt de boel een stuk eenvoudiger met grote letters en geheel volgens de Doro-stijl. Nou, hier zie je het hoofdscherm van deze software. Natuurlijk met een contactenlijst en e-mail en je kunt hier je beelden terugzien. Er is nog van alles meer mogelijk. Ik ga even hier naar meer of wat hadden we ook weer? Camera bijvoorbeeld. En wat opvalt is, je ziet helemaal niets op het scherm. Gaan we hier naar camera, dan komt wel weer de oude camera toepassing van Android naar voren. Inclusief met de knop hieronder. En mocht je het ooit willen, kan je op die manier ook wel weer terug naar de Doro Experience. Voor de rest, we gaan even naar de beelden bijvoorbeeld. Hier zie je de beelden die er al op staan. En een van de dingen die zojuist werd getoond is dat als je bijvoorbeeld net een foto hebt gemaakt, dan kan die ook verschijnen op de telefoon die je bijvoorbeeld hebt van Doro of op je computer. Nou, een van de aardige dingen in deze software is dat iemand anders kan allerlei instellingen op afstand beheren. Bijvoorbeeld als er een telefoonnummer is gewijzigd je grootmoeder of zo die geeft dat door. Het telefoonnummer van Helga is anders geworden. Dan kun je dat hier veranderen op je eigen computer, in een gewone webbrowser. En hier wordt op dit moment een andere naam toegevoegd, dat kan natuurlijk ook. En zodra je dat hebt gedaan, dan wordt... Die gegevens worden ook doorgestuurd naar bijvoorbeeld je telefoon of naar het tablet. Het komt er dus op neer dat je de beheer van het tablet of van de telefoon op afstand kunt regelen. En dat is natuurlijk goed als je oma er niet helemaal zelf uitkomt. Nou, er zit natuurlijk ook een gewone webbrowser op. We zullen hier even naar de Consumentenbond website toe surfen. Je zult zien dat die standaard... De tekstgrootte nog een beetje klein is, maar dat kun je wel groter instellen. Ik vind het best leuk dat zo'n bedrijf als Doro zich inzet om het gebruiksgemak van apparaten voor ouderen te verbeteren. En als wij er doorheen gaan door alle menus, dan ziet het er ook best goed uit. Er zitten zo af en toe wel nog wat foutjes in. En het is te hopen dat ze dat dan over de tijd heen eruit strijken. Dat kan toch verwarrend werken voor oudere mensen. Nou, die software voor de tablet en de software voor Windows, die is nu al verkrijgbaar. Het is alleen nu nog niet in het Nederlands, maar dat gaat nog wel komen, zeggen ze. De software is €49, dat wil zeggen €49 voor de software van de tablet en ook weer €49 voor de software voor Windows.